veel meer jaren hebben meegewerkt en meegedaan aan de activiteiten die door de bureaus Gender Aangelegenheden, BGA, Nikeri en Paramaribo zijn geïnitieerd. Minister Maik Noor Salim van Binnenlandse Zaken, onder wie het BGA valt, heeft vorige week in Nikeri het Gender Platform en bijbehorende coördinatieteam geïnstalleerd. Volgens hem geven de Nikerianen met hun participatie aan het belangrijk te vinden dat de geweldproblematiek in dit district wordt weggewerkt. De bewindsman zei verder dat de betrokkenheid groot is. En dat hebben wij nodig om vooruitgang te kunnen boeken in het wegwerken van geweld, vooral tegen vrouwen en meisjes, zei Noor Salim verder. Het genderplatform Nikeri is een samenwerking en overlegstructuur waarbij belanghebbenden zich buigen over gendervraagstukken in het district. Het doel hiervan is bij te dragen aan het bereiken van gendergelijkheid op verschillende gebieden en niveaus. Op 21 mei 2016 heeft het ministerie van BISA in het kader van 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw, BGA Nikeri heropend. Daarnaast hebben 15 prominente Nikerianen zich gecommitteerd aan de He for She campagne. Dit is een teken dat ook zij bereid zijn mee te helpen met het vraagstuk van geweld op te lossen.